Yo gasten van Felix en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag heb ik even een wat serieuzere video. Deze week is er een, het is eigenlijk alweer een tijdje geleden, is er een abonnee van mij op bezoek geweest hier in mijn kamer. En ik heb even met hem gepraat en samen een video gemaakt. Waarbij ik hem een aantal vragen stelde over zijn leven. Want hij heeft namelijk een paar hele erge dingen al meegemaakt op een heel erg jonge leeftijd. Dus ik vond het wel bijzonder genoeg en, om hem een keer uit te nodigen. Heb je nou zin om naar te kijken naar deze video? Doe dan zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Laat ook even een reactie achter wat je nou hiervan vindt. En ja, het is dus echt een wat andere video. Het is geen spannende of vette video. Het is gewoon even echt een video om even stil te staan bij wat mensen op een jongere leeftijd al kunnen krijgen. En dat je eigenlijk wel blij moet zijn als je nu gezond bent. Want niet iedereen is dat al op deze leeftijd. Dus geniet van de video, laat een blauw duimpje achter en laat een reactie achter. Abonneer op mijn kanaal, volg me op Instagram. En dan zou ik zeggen, enjoy de video. Ik kan hier via je jas ophangen. Ja, dat is goed. Knolpower shirt. Ja. Kijk je vaak aan zijn knol? Ja, elke dag. Ook Minecraft. Ik zag nu dat je op de foto stond. I need to preach. I'm devoting my life to Jesus. A man that's somewhere dead than me. I need to be alive. Dus eigenlijk waar ik alle video's een beetje aan monteren ben. Dit is het programma. Een nieuw filmpje van aankomende zondag. En die heb je al gemaakt? Ja, we hebben het al opgenomen inderdaad. En dan zet ik twee, drie weken geleden ongeveer. En ja, dan zet ik hier alle bestandjes zeg maar, bij elkaar. En dan maak ik gewoon met de muziek, weet je wel, maak ik nog iets vet van. Ik ben niet pas net begonnen. Heb je de video dat we in de spookzat geweest zijn gekeken? Ja, 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 kijk. Dat projectje zeg maar, dat zag er zo uit. We echt heel veel bestanden, dat we de hele dag waren daar toen, zeg maar. Ze hebben echt, ik denk, ongeveer in 30 huizen geweest. Dievenmove is geen internet, wel? Nee, Dievenmove is het netwerk waar ik echt bij zit. Oh, zo. Als ik dan vragen heb over filmpjes, weet je, over hoe ik iets moet aanpakken, kan ik dan ook vragen. Zit Enzo Knol volgens mij zit er? Ja, Enzo Knol zit er ook bij. En Smoor en nog meer. Ja, in ieder geval, dit is dus het projectje dat ik had met die video's. Zie je echt dat er super veel beelden zijn, weet je wel. Dus, dit speelt muziek, kijk hier. Ik loop die muziek af en dan begint hier... Oh, eigen muziek? Ja, precies. Dan begint hier de nieuwe muziek. Op de achtergrond hier. Oh ja. Hoor je dat? En dit zijn dan... dit zijn dan al de beelden en dit is de audio met de muziek die echt bij de camera de beelden hoort. Maar ja, weet je, ik heb natuurlijk mensen, best wel mensen vragen natuurlijk of ze mij weet je, kunnen komen, weet je, over een filmpje. Of dat ze misschien samen kunnen opnemen. Maar ik heb jou... wanneer heb ik jou gevraagd? Een week geleden ongeveer? Zoiets, ja. Ja, jij hebt natuurlijk wel best wel wat meegemaakt, natuurlijk. Ja. Zou je een beetje wat daarover willen vertellen? Ja, ik ben een jaar, zeg maar. Ja, niet ziekenhuis, maar ziekbed geweest. Ja. Ja. Ze dachten eerst, ja, gewoon goede pijn en zo. Maar toen belde de dokter, mijn moeder, van die zei van, ja, je moet toch foto laten maken. Ze dacht iets ergs. Ja, precies. En wat kwam er toen uit die foto? Ja, tumor, grote vlek. Wat was jouw eerste reactie toen? Ja, kut. Ja, dat is echt wel heel zacht uitgedrukt, denk ik. Ja. Dat is natuurlijk echt enorm. Ik ben er laat bij. Ja, hoe jong was je op dat moment? 14. 14. En nu ben je? 16. Ja. En je bent er nu vanaf? En hoe lang ben je er al vanaf? Ja, een jaartje mee bezig. Ja, ik moet ook soms wel foto's gewoon bijhouden. Ja, als dat niet terugkomt. Ja, dat is er nog een... Is er een kans dat het nog terug gaat komen? Dat zeggen ze niet, maar dat hoop ik ook zelf ook niet. En hoe was het nou voor jou zelf de hele periode? Hoe ging je er zelf mee op? Ja, soms verdrietig. Ja, soms dan keek ik in Nijmegen het ziekenhuis, keek ook aan zijn knot, werd ik vrolijker van. Dus. Ja, dus dat is denk ik denk dat YouTube jou wel geholpen heeft natuurlijk. YouTube ja, heb ik ook tegen hem gezegd. Ja. Tenminste, mijn moeder heeft dat gezegd. Ja, en deze die heb je van het ziekenhuis gekregen? Ja. En waar staan al die dingen voor? Nou kijk, per kraal hebben we zeg maar één opdracht, zeg maar. Ja. En die staat ook hier, heb ik ook hier. Ja, ik kan wel even vast, hè. Heb ik een briefje mee. En daar staat zeg maar ook maar dingen wat er allemaal inhoudt. Ja, dit is bloedtransfusie, dat ik zeg maar bloed in mij krijg. Oké, okay, dus... Dat er te weinig in mij zit en dat ik dan bloed bij krijg. Ja. En ik zie hier al chemotherapie staan, dat is ja, wel heel heftig. Ja, daar heb ik heel veel van, daar. Ja, dus... Oh, daar heb je echt heel veel van. En dat zijn allemaal losse... Ja, losse kuren. Dit is een chemokuur, dat is een chemokuur, dat. Ja. Ja, als ik er meer dagen lig, dan krijg ik er bijvoorbeeld 2 of 3. Ja, precies. En dit is zeg maar zo'n, hoe heet dat nou? Zo'n foto.
en Mariska. Ja. Zo, maar het is wel echt. Zijn er, heb je nog kinderen daar ook gezien op die, in de afdeling? Ja, meisjes, jongens. Ja. Ook een jongen meegemaakt, die was 6. Ja? Ja, die moest zijn benen eraf. Oeh, helemaal geamputeerd. Ja, die moest eraf. En waar jij nou naartoe komt, het is echt best wel een heel lange ketting. Ik schrik er best wel van eigenlijk, hoe lang je dan, hoeveel je dan hebt meegemaakt. Zijn er ook nog kinderen die een veel langere ketting hadden? Of? Ja, het kan ook wel tot 3 meter volgens. Zo, en hoeveel meter is dit? Niet meer rond de 2, denk ik. Zo. Ja, naast dat je natuurlijk ziek bent geweest een heel jaar, heb je ook echt nog iets heel ergs meegemaakt. Ja. Zou je daar wat over willen vertellen? Ja, mijn vader die had zelfmoord gepleegd. Ja. Ja, dat had ik niet verwacht, maar hij had geen zin meer in het leven, zeg maar. En nu denk ik er niet meer aan. En nu weet ik ook dat hij dood is, maar... Ja, en misschien ook voor hem en zijn situatie misschien wel beter was. Ja. Hij was ook gewoon psychisch niet goed en zo. Ja, ik kijk natuurlijk heel veel YouTube bij toen gaan kijken. Ja. En zo knolt ook heel veel. Je kijkt mijn filmpjes ook. Hoe vaak kijk je dat ongeveer? Als er nieuwe filmpjes meteen. Ja, dat is gewoon elke... Maar dan niet om 7 uur, maar dan... Wanneer je wakker bent. Ja. Je gaat niet 7 uur. Ik ga niet 7 uur opstaan, al hoppakee dan. Nee, maar je kijkt, elke zondag kijk je wel. Ja, dat helpt dat ook gewoon jou, denk ik, om je gewoon vrolijker te voelen. Ja, toen met die Exorcist schrok me dood. Ja. Ik had me gelijk heel hard, dus... Maar ja, dat maakt je natuurlijk niet heel vrolijk, maar uiteindelijk vind ik het wel goed gaaf om al te kijken. Ja, omdat je natuurlijk heel veel hebt meegemaakt, dacht ik van het is misschien wel leuk om, ten eerste, het is natuurlijk wel misschien wel gaaf om gewoon dit überhaupt te maken en te zien hoe we hier te werk gaan, weet je wel. Ja. Maar ik dacht van, wat is nou nog leuk, weet je wel? Ik dacht van, hoe kan ik jou dan nog blij maken? Dus ook te denken, je gaf aan dat je op de computerspelletjes geeft. Toen dacht ik van, vroeger heb ik heel veel Battle of Middle Earth gespeeld, maar ik speelde nog steeds. Toch? Ja, ik speel nog steeds. Ik speel nog steeds en ik had ook nog een ander spel. Ik heb die twee games ook in één serie rondgedaan. Of in één hoesje. Dit is Metro Redux en hier heb je de Battle of Middle Earth. En het zijn twee games die gewoon op de computer kun je gewoon installeren natuurlijk. Ja, je weet ook hoe het gaat. Heel mooi. Ja, bedankt. Ja, alsjeblieft. Heb jij misschien nog vragen? Ja, heb je nog andere ideeën voor video's? Ja, ik ben natuurlijk, laatst heb ik een interviewvideo gehad, ik weet niet of je gezien hebt, ging ik op straat van wat is je grootste wens, heb ik aan mensen gevraagd. Oh ja, met Venray. Ja, in Venray inderdaad. En ik denk dat dat misschien wel leuk is, ik wil sowieso elke zondag wil ik gewoon natuurlijk gewoon een vette video, iets extreems of een overnachting ergens of een verlaten gebouw of een toren klimmen, dat wil ik elke zondag echt behouden. En wil ik in de toekomst, sowieso in december ga ik elke zaterdag ook uploaden. Ja, dus in heel december in plaats van elke zondag 4 video's komen er elke zaterdag en zondag. Dus komen er 8 video's. Dus 2? Ja, per week, ja. Dus 8 in totaal. Dus elke hele weekend dus. Ja. Kijk jij jouw video's ook toch, of dat niet? Ja, sowieso tijdens dat ik aan het editen ben, kijk ik hem denk ik. En wat zal het zijn? Sowieso kijken of het vloeit om elkaar overloopt. Ja, precies. Als je bijvoorbeeld een stukje van 10 seconden, die kijk je al denk ik iets van 20 keer opnieuw op. Dus ik denk alle beelden zie je gedurende het editen wel denk ik 50 à 100 keer langskomen. En als die video helemaal klaar is, kijk ik hem denk ik in een periode van een maand ongeveer nog 3 keer of zo. Ook bijvoorbeeld als ik nu een video van een half jaar geleden terugkijk, dan weet ik ook wat ik kan verbeteren. En dan denk ik van hé, daar ben ik even verbeterd, dan kan ik nog beter doen. Dus dan zie ik een beetje waar ik... En hoe heet dat programma? Dit is Sony Vegas Pro. En daar bewerk ik dan alles. Is er verder nog iets wat je wil vragen of iets? Want nu is het natuurlijk wel het moment, we zijn natuurlijk bij elkaar. Ik wil wel een foto. Ja, zullen we een fotootje maken? Yes. Dat is wel leuk voor Instagram of zo. Of Facebook. Dus wel. Zullen we een selfie nemen? Ja. Moet ik deze dan ook zo vast houden? Ja, wat je wil. Je kan, dat kun je doen. En je kunt een pet op doen. Ja, is goed. Een beetje pas je? Zal ik iets kleiner maken? Ja, doe maar. Ja, ik kan nog maar één standje kleiner. Als het goed is. Ja, dat is wel vet. Ik vind het wel vet. Dan deze gewoon zo voor. Ja, wat je wilt, is goed. Zullen we een selfie nemen? En die stuur je dan ook naar mij? Ja, doe maar eerst met jullie twee dan. Ja? Cool. Ja. Nou. Gaaf man. Hand. Bedankt. Ja, ja. Dat was echt super leuk, vond ik het. Ja. En natuurlijk bedankt dat je gewoon dat je gewoon sterk was om je verhaal hier te komen vertellen. Ja. En ik hoop dat je het leuk vond ook om dit een keer mee te maken. Ja, wel spannend. Ik maak nooit filmpjes dus. Nee, daarom. En ook gewoon om te zien hoe wij natuurlijk hier een beetje achter het scherm hoe dit gebeurt. En toen ik daar zat, toen dacht ik, toen vond ik het wel makkelijk. Ja, precies. Kwam het wel beter. Ja, je kunt het gewoon, ja, inderdaad. Ja. Weet je,
ja, als je nog een keer mee wil of zo, weet je, als we iets anders doen dan een flat gewoon, dat mag je natuurlijk niet. Maar als je dan bijvoorbeeld iets, bijvoorbeeld een keer een kart of zo, weet je, als je denkt van hé, ik wil een keer mee, moet je gewoon vragen, dan kunnen we dat, dan regelen we dat gewoon, dan gaan we gewoon nog een keer een vette video maken als je dat wil. Ja, informeren we dan. Ja, dat gaan we gewoon rustig over en dan gaan we gewoon iets vets doen. Ja? Leek je dat vet? Cool. Ja, nog wel een keer iets doen. Yo, doen we. En dan, ja, was dit de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Het was even een andere video dan normaal, maar ik denk, ja. Het was wel gaaf om, om te doen. Vonden jullie deze video nou leuk of weet ik wat? Doe dan even een blauw duimpje omhoog en laat ook een leuke reactie achter. Juist. Abonneer ook even op mijn kanaal. En ja, Mika, je bent echt top. Hier slaap jij niet, of wel? Nee, ik slaap hier niet. Ik slaap dacht al, hier kan jij niet slapen. Nee, ja, het is wel een bed voor als ik bijvoorbeeld in vakanties, als ik echt helemaal moe ben en ik zit al heel lang te editen of ik ben met vrienden weg geweest, dan val ik hier wel in slaap af en toe. Er was ook een filmpje, dus lag jij erin. Ja. Dat was die, ja. Maar voor de rest slaap ik meestal boven en dit is meer, ja, de Eltax room. Ja.